Nou ja, nog heel eventjes en dan zijn we, kijk, dan zijn we bijna klaar wat weer. Dan ga ik weer even inzoomen. Nou, nog even uh, drie samen weer met jullie doen. Kijk, die, die, nou, toen waren we alweer bijna, dat het weer bijna klaar is, kijk, ja. Oké, okay, dit is mijn bureau achtergrond. Ik ga dus nu mijn uh, mooie uh, programma openen. Dat is uh, Adobe Prime, Premiere Elements 2020 editor. Nou, dat kunnen jullie zo meteen zien. 3, 2, 1. Dat is dus deze. Zo, zo ziet het eruit. En uh, dan heb ik op mijn andere beeldscherm heb ik al het een en ander openstaan. Nou, dat selecteer ik. Dit allemaal. En dat ga ik hier naartoe slepen. En 1, 2, 3. Hij zit er helemaal in. Mooi. Wat, dan ga ik deze dus nu minimaliseren. En we daar dus even nu op dit moment niks mee nodig. Nu zie ik dus dat ik dus hier. Spiegelbeeld staan. Dat weet ik, omdat mijn telefoon dat altijd doet. Dus dan ga ik naar uh, deze VX, dan ga ik hier naartoe en dan ga ik naar beneden, dan ga ik naar transformeren en dan pak ik deze horststal omdraaien. Deze sleep ik dus naar deze ene videootje En dan zie je dus dat ik draai. Mooi. Dan doe ik even het geluid een beetje zacht. Nou, dan ga ik even. Als oh, ik daar naartoe. Hé, hey, ik ben weer gedraaid. Dus ga ik weer naar die FX. En dat ga ik slepen, 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 slepen. En daar naartoe. Je ziet dat er wat gebeurt. En ik laat los. En je ziet dit. Nou. Ik kan dus hiermee slepen. Nou, dat kan je zien. Wat dan. Kijk, dan gebeurt dit. Maar ik kan er ook voor kiezen om gewoon daar neer te zetten. Mooi. Daar hoef ik even nou niks mee te doen. Hier hoef ik ook nou niks mee te doen. Nou, dan pak ik gewoon even heel lekker snel. Hé, hey, en ik ben weer gedraaid. Ga ik weer daar naartoe. Hetzelfde liedje. Daar naartoe. En ik ben niet meer gedraaid. Mooi. Ga ik weer sneller. Ik ben hier gedraaid. Daar weer naartoe. Daar naartoe. Ben niet meer gedraaid. Nou, tik ik hem hier weer aan. Ben weer gedraaid, want de Roderick rijdt. En we rijden niet in Engeland. Nee. Nou, dan ga ik weer daar naartoe. Slepen. En ik zit aan de goede kant. Hé, hey, dat is een leuk spelletje. Hé, hey, ik ben weer gedraaid. Nou, daar is die. En die. En toen was ik niet meer gedraaid. Maar om dus in en uit te zoomen, moet ik dus mijn toetsenbord gebruiken. Dus dan doe ik op een minnetje. Kijk, doe ik doe nou even een plusje. Kijk maar wat er gebeurt. Hey, mijn tijdlijn krimpt. Dat is leuk. En nou gaat mijn tijdlijn helemaal weer uit elkaar. Mooi. En dan ga ik hier naartoe. Daar naartoe. Leuk. Daar naartoe. Hey, ik ben weer gedraaid, dat weet ik. Toevallig. En nou niet meer. Nou ben ik weer gedraaid. En dan ga ik daar naartoe. Ik mis nog één videootje van Roderick, dat weet ik ook. Dat is mijn grote kleine vriend Boppie. Ja. Nou, die is dus niet gedraaid. En zo ga ik dus even weer helemaal verder. En hier ben ik weer gedraaid. Kijk daar naartoe. Kijk daar naartoe. Hier ben ik niet gedraaid. Ga ik weer even uitzoomen. Niet inzoomen uit. Hier ben ik niet gedraaid. En hier ben ik wel gedraaid. Nou, dat is het al het, het meeste wat ik doe. Mooi. Dan pak ik weer mijn mapje. Kijk, hier staat hij. Krijg ik hem hier weer naar voren. Ga ik even naar mijn andere mappen toe. Ga ik naar een nieuwe intro. Moet ik die hebben? Normaal, dan selecteer die ook. Maar ik heb nu mijn ding in mijn hand. Dus dan is het eigenlijk altijd die en die. Wat ik even kan doen, dat is jullie even neerzetten. Geduld. Kijk, nu is allebei geselecteerd. Ga ik daar neerzetten. En hij zit erin. Pak ik ook gelijk deze blanco? Pak weer slepen. Had oh, mooi. Zit er ook in. Ga ik die weer minimaliseren? Hier naartoe. Gaat die even lekker laden. En dan ga ik deze helemaal in één keer verplaatsen. Daar naartoe. Want ik tik erop. En hij is daar. Dan ga ik op het plusje drukken. En dan gaat hij inzoomen. Dat is goed. Want dan pak ik mijn intro. En dan heb ik mijn intro. Dan ga ik weer op het plusje drukken. Even aardig wat inzoomen. Pak ik mijn foto. En dan ga ik mijn foto een beetje uitrekken. Maar nu is hij dit. De naam staat sowieso nog niet goed. Maar oké. Okay, uh, het is eigenlijk zonder de E. Charlie. Ja. Maar oké, okay, Dan ga ik naar de dekking van deze toe. Ik kan wel deze pakken, maar dat doe ik niet. Ik ga deze pakken. Want dat is deze. Daar gaat het om. Ga ik naar dekking toe? Ga ik op 50 intypen. En dan ga ik op enter doen. En dan moet je kijken wat er gebeurt. Hey, ik kan toveren. Ja. Mooi. Dan zijn we daar alweer gekomen. Doe ik die. En dan hebben we allemaal hele mooie dingetjes. En dan ga ik dit doen. Allemaal op twee seconden. Wat je wel kan zien. Toepassen. En dan ga ik weer even inzoomen. Zodat ik een hele hoop kan gaan doen. En dan zie je dus ook zo meteen heel veel leuke uh, effecten. En uh, dan ga ik weer even uitzoomen. Nee, uh, in, uh, ja, uitzoomen. De. Hartstikke mooi. Zo. Hartstikke fijn. Zo. Dan ben ik daar alweer. Hé, hey, dat gaat hard. Kijk, want ik ben hier alweer. hè. ja, ja. Ik ben hier alweer. En dan even kijken. Spiraaltje. Ik weet niet eens of ik die net ook had. Maar oké, okay. maakt niet uit. En dan gaan we draaien. Want ook tinker moet gebeuren. Want ja, als je dat niet doet, en dan uh, kom, kom je met, met pannen langs de weg. Dat is niet handig, niet? Nee. Zo. En dat ga ik even doen. En dan ben ik zo meteen weer terug. Nou, ja, nog heel eventjes en dan zijn we, kijk, dan zijn we bijna klaar zo wat weer. Dan ga ik weer even inzoomen. En dan ga ik gewoon weer even een paar leuke dingen pakken. Dat is weer twee. Maar het belangrijkste is in dit alles om dus wel het even op te slaan. Dat is heel handig. Dat doe ik dus met deze twee toetscombinaties. Dat is Ctrl S. Dan krijg ik dit dus voor mijn neus. Dan ga ik dus naar bureaublad, dubbelklik met mijn linker muisknop. Ga ik naar Vloggen, dubbelklik met mijn muisknop. Linker muisknop. Ga ik naar Vlog, ruw materiaal, weer een linker muisknop, dubbelklik. En dan moet ik wel even weten. Volgens mij was dat de 31ste. Uh, ja, dat was de 31ste, volgens mij. Ik kan het... Nee, ik kan het nou niet zien. Oké, okay, uh, nou, dat is dan hier. Ga ik dus wat intypen. Kijk, dat is uh, met roderik, ja. En kijk. Met roderik naar de horndag, yep. En dan ga ik naar opslaan toe, en dan komt hij daar ook te staan. En dan gaan we weer verder met mooie effecten erin, ook dat. En dan ga ik daar naartoe, hartstikke mooi. En toen was hij weer niet scherp, ook handig. Nat toepassen. Even zo. Kijk. En dan was ik weer. Doe ik daar. Hartstikke mooi. Die. Daar naartoe. Die. En dan ga ik gewoon eens even kijken. En dan zijn we bij de laatste video aangekomen. En wat doe ik dan? Een rechte muisknop moet hij wel gaan uh, gaat hij rechter muisknop een keer krijg ik dus een, een lijstje ga ik naar vervagen toe en dan uh, vervagen en dan is het al de de tweede kopje en dan de laatste er weer van en dan zie je dus uh, als ik dus weer helemaal ga inzoomen uh, dat ik dus hele mooie kleine Dingetjes heb. Maar ik ga hem nog wat eerder doen. Vind ik leuk. En moet je kijken wat er dan gaat gebeuren. Als ik dus even hier mijn um, uh, tijdlijn neerzet. Geluid wat harder. Dat wil je toch? Nou, kijk je. Zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En tot morgen bij een goed nieuw vlog. Kus op, is nu. En tot morgen. Doei! Kijk, die is mooi. Is weer goed gekeurd door mijzelf. Nou, dan ga ik helemaal weer inzoomen. Dan ga ik uh, uitzoomen, bedoel ik. Dan ga ik weer inzoomen. Dan ga ik deze een stukje omhoog doen. En dan ga ik eens even kijken en wat ik wil hebben. Dan ga ik deze ervoor zetten. Dan ga ik eens even helemaal kijken. Wees zo blij. is zo blij. Zo, dan ga ik even dit weer een stukje ervan afhalen. En dan ga ik weer daar naartoe. Want ik heb een heel leuk shortje wat ik erop wil hebben. Nou, leuk, goed op. Zo, dan ga ik deze er weer van afhalen. Het leukste moet nog komen, namelijk. En dat vind ik het leukste. Zo, en dan ga ik in, uit, in, uitzoomen bedoel ik, in en uit. Zo, dan pak ik deze, dan ga ik weer daar naartoe. Dan ga ik inzoomen. En dan ga ik daar naartoe. Kijk, en dan wil ik nog even kijken. Wat wil ik er nog meer op hebben? Is leuk, even kijken, 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 geen idee eigenlijk. Ja, Tinker. dat moet ook gebeuren. Ja, nou, die doe ik daar gewoon eigenlijk overheen. Want hij gaat toch weer. En dan moet ik toch weer deze pakken. En deze. Uh, nee, hij heeft hem al gedraaid. Ja. Yep. Oké, okay, het mag. Oh, wat gaan we doen? Ja. Yep. Ook dat gebeurt, hè? En dat wordt ook maar weer gebeuren. Ga ik even uitzoomen. Op zijn tijd. Nee, hij is nog niet gedraaid. Vind ik niet leuk. Kijk, nu is hij gedraaid. En als jij nog gewoon weggaat, dat zwarte balkje vind ik fijner. En dat moet ook maar weer gebeuren op zijn tijd. Ja, dat moet ook gebeuren op zijn tijd. Nou, mooi. Dan ga ik die weer helemaal uh, zo doen? Dan ga ik weer inzoomen? En dan ga ik daar naartoe, hartstikke mooi. En dan ga ik weer naar mijn bekende toetsencombinatie. En dan gaat dit dus namelijk even weer opslaan. Jep. En dan ga ik hier dus tekst, standaard tekst. Oh, tekst. Ga ik dus hier namelijk naar tekst. Krijg je dus een lijstje? Ga ik naar nieuwe tekst. En dan ga ik naar standaard tekst. En dan krijg ik dit. En dan ga ik dus naar mijn toetsenbordcombinatie. Ctrl A. Gaat hij hier dus alles selecteren. En dan ga ik typen in deze video. En dan ga ik weer naar mijn toetsenbordcombinatie. Ctrl A. Gaat hij alles selecteren. En doe ik daarna op bold. Krijg je dit? En dan ga ik naar mijn pijltje toe. En dan klik ik hem aan. En dan krijg je dus allemaal van deze dingetjes te zien. Mooi. Mag gewoon lekker wat groter. Hartstikke mooi. Hartstikke fijn. Ik kan hem Helemaal daar naartoe slepen. En zo slepen. En dan zijn we er nog niet. Nee. Want nu ga ik deze video aanklikken. Ga ik groter maken. Ga ik weer deze pakken. Ga ik ook weer groter maken. En zo ga ik dus nog even weer door. Dus tot zomaar. Nou, nog even drie samen weer met jullie doen. Kijk, die. Die. En dan deze, hartstikke mooi. En dan ga ik weer even uitzoomen en dan ga ik even controleren hier. Kijk, dit moet ook nog even, hartstikke mooi. Ik even weer zo doen. Dit is nog zelfs makkelijker. Zo. Pak ik even weer die. Hartstikke mooi. Hartstikke fijn. Dus dan gaan we nog even kijken wat ik nog meer kan uitvogelen met dit uh, leuke programmaatje. Dat is dan deze. Ja, Pak ik dus deze. ik hierop zetten. En dan zeg ik alleen maar dat ik dus. Nee, zo. Audio ga verwijderen. Ik, ik heb hem dus nog een keer. Dat kun je wel zien. Aan deze twee. Dus alleen audio verwijderen. En dan pak ik hem nog een keer. Dan gaat hij er weer bovenop. En dan weer alleen audio verwijderen. En dan pak ik hem nog een keer. Dat vind ik leuk. En dan weer audio verwijderen. Mooi, die blijft groot. Die gaat wat kleiner. Kijk. Dan pak ik uh, deze. En dan pak ik die. Pak ik die. En dan pak ik die nog eens even. En toen hadden we dus drie hijskranen. Hey, dat is leuk. Maar wat doe ik dus nu? Ik heb hier dus nu een veet in en een veet uit. Zo noem ik dat. Maar hier zie je dus nu ook dat deze nog niet gelijk staat met deze. Nou, wat ik dan doe, kijk, hey, streepje, pak ik die, streepje, even kijken, nee, die staat goed, en die staat dus nu ook goed. Alles staat dus nu goed. Wat ik doe, dat is uh, eerst, uh, ja, maakt eigenlijk niet uit, nee, maar wat ik dan dus eigenlijk altijd doe, dat is eerst linker linkermuisknop en dan rechtermeisknop en dan naar vervagen en dan naar in en uit uh, in en uitvaren voor video en dat doe ik dus bij allemaal hier dus in en uitvaren video en dan in en uitvaren vervagen in en uitvaren video nou wat krijg je dan als ik dus dit gaat gaan, een beetje gaat afspelen ja. En dan krijg je dit effect. Dat is leuk. Dat is grappig. Mooi. Dan gaan we verder kijken wat ik al ga doen. Met een leuk iets. Ja, dat is wel iets, denk ik. Uh, even kijken hoor, wat ik al ga doen. En met deze kan ik dat wel gaan doen. Jet. Moet ik even kijken waar dat is. Dat is dan denk ik deze denk ik. Ja, dat is dan met deze. Deze ga ik weer selecteren. Ga ik hier naartoe slepen. Uh, zo. Weer audio verwijderen. Hetzelfde eufeltje, Audio verwijderen. Die eentje omhoog. En dan heb ik hier dus blank. Nou, die pak ik dus nu ook blank. En die sleep ik dus hier naartoe. Dan ga ik helemaal door tot en met die. Dan ga ik weer even inzoomen. Want er is iets wat nog niet helemaal goed is. Kijk, nu wel. Mooi. Dan ga ik nu eerst even de normale video een beetje kleiner maken. Maar je ziet dus ook weer dat hij dus niet helemaal correct is. Dan ga ik dat ene ding weer doen. En hij is weer normaal. Mooi. Zo. En dan pak ik deze. En dan ga ik hem ook weer dit doen. Hij mag wel een beetje groter. Had droog gezegd anders. Dus dat ga ik dus nu ook weer even wat doen. Iets leuker, wat mooier. Mooi. Dus wat ga ik dus nu doen? Ik selecteer dus de onderste. Dan ga ik dus naar uh, dekking. En hier ga ik dus 50 neerzetten. Zie mijn toetsenbord? En kijk eens. Voilà. En dan ga ik dus nu blank selecteren. Dat is de onderste. Dan ga ik weer naar dekking. En die doe ik op 75. En enter. En voilà. En dan weer hetzelfde. Vervagen. In een uitverleden video. Hetzelfde hier vervagen in een uitverleden video. Wat krijg je dan? Dit effect. Nou, wij gaan uh, kijken uh, of vandaag anders. Zo, dat krijg je dus daarvan. En dan ga ik nu alleen nog een leuk muziekje erbij doen. Die staat dan weer uh, alles voor de vlog. Muziek en ik weet welke, dat is deze standaard muziekje. Tegenwoordig en dan ga ik weer helemaal naar het begin inzoomen, Met deze eronder. En ik kan je wel zeggen: Ja, maar hey, Karin, er staat daar stem en muziek, en je hebt uh, de muziek bij de stem, dat maakt helemaal niet uit. En dan pak ik dus het groene stukje, ga ik helemaal in stukken in korte. Tot waar ik wil. Ga ik weer inzoomen. Ga ik die doen. Naar beneden. Deze gaat naar beneden. Video 3 en video 2. En dan ga ik nog een stukje naar die kant toe. Dan ga ik vervagen. In en uit video. Deze ga ik nog een heel stuk omlaag knallen. Naar uh, 21. Deze ga ik naar, zee, uh, naar ja, 12 mag kan ook. Dan ga ik deze vervagen naar in en uit video. Dan ga ik deze vervagen in en uit veden voor video. En dan ga ik deze alleen inveden. Audio uh, en video inveden. Wat krijg je dan? Krijg Je dit leuke effect. Opletten. En dan er maar weer gebeuren hè, op zijn tijd. Dus dat is het eigenlijk. En wat ik dan ga doen, dat is gewoon lekker renderen. En dan is het 1 van de 50. En zometeen laat ik het jullie weer zien als hij bijna bij de 50 is. Nou, toen waren we alweer bijna dat het weer bijna klaar is. Kijk. Ja. Nee, is maar is nou, en dus niet schrikken, wou ik zeggen, want hij gaat zelf. En doe ik hem lekker op uh, spatie. Want dan gaat hij op pauze. Hé. Hey. Dat is ook handig. Nou, nu, nu is hij helemaal dus gerenderd. Dus de kleine stukjes die in principe niet aan elkaar waren, is dus nu wel aan elkaar. Wat ga ik dan nu doen? Dan ga ik nu naar bestand. Daar in het hoekje. En dan ga ik naar exporteren en delen. Dan krijg ik een, hier een heel mooi schermpje. En dan ga ik naar apparaat toe. Dan staat hij dus al hierop. Ik heb deze nog nooit geprobeerd. Die ga ik ook eens een keertje doen. Maar nu gaan we lekker op deze houden. Ga ik naar bladeren toe. Ga ik naar bureaublad. Ga ik naar vloggen. Die. En dan is het dus 31 augustus. Yes. En een map selecteren. Die staat daar. En dan is het opslaan. En dan gaat hij dus eventjes de tijd berekenen. Hij zegt dus nu 22, 18, 17. Nou, dat kun je hier ook wel zien wat hij aan het doen is. Hij gaat dus nu berekenen hoeveel tijd hij nodig heeft. Hij loopt af en toe op, af en toe af. En dan vaak bij 4 of 5 procent gaat hij echt helemaal aftellen. En dan weet je dus hoeveel tijd je hebt. Of hoeveel tijd hij nodig heeft om dit dus helemaal in elkaar te zetten. Het verschilt per video van hoeveel, hoe lang hij er nodig mee heeft. Nou. je, nou, 5% dus nu. 16 minuten. 2 Even kijken, blijft nu op 16, 1, 3, nee We gaan nog even weer omhoog. En hoop ik dat hij zometeen weer gaat aftellen. Want dus hij zit alweer op 6% vanzelf. 19 naar 20, 21. Dus ja, 7% dan denk ik. En dat we zometeen bij de 10% wel gaan aftellen. Hoop ik toch. Kijk, we gaan nu aftellen. Kijk maar, bij 8 Nou, dus we hebben uh, bijna even iets meer als een kwartier. En dan uh, kom ik straks weer bij jullie terug als het weer klaar is. En wat we dan gaan doen. Zo, ja. Toen was hij weer bijna klaar, jongens. Maar kijk. Nog 28 Kijk, 21 seconden, hij is bijna klaar. Ja. Ja, 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 ja. Kijk, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ah. Nu al in één keer nul nee, dat, dat kan niet. Oh, wel. Oké, okay. top. Nou, dan gaan we dus naar het uh, uh, knopje gereed. Ja, idee. En dan gaan we daar naar kruisje toe. En dan is het op. Ja, gaat hij afsluiten? Wat ga ik dan nu doen? Dan ga ik internet openen. Dan ga ik naar bladwijzers toe. Geschiedenis. Uh, nee, bladwijzers. Ja, hoor. Dan ga ik naar werkaren en rouw. En dan ga ik dus naar deze website. En dat is dus deze. Daar ga ik altijd naartoe. Deze even lekker deleten. Die lekker deleten. Delete. Die lekker delete. Altijd delete dit. Ik weet niet waarom. Maar hij slaat het niet op zoals ik het altijd wil. En dan ga ik daar naartoe. Dan ga ik daar naartoe. En dan ga ik weer naar het bureaublad of vloggen, ruwmateriaal. materiaal, 31ste foto's. En dan ga ik eventjes jullie neerzetten. En dan doe ik control. En zoomt ontzettend mooi groot. En toen was hij mooi groot. Jep. Mooi. Nou, dan ga ik weer even kijken wat ik wil hebben. Nou, ik wil sowieso het. Deze hebben. Ik wil die hebben. Maar dan moet ik dus allemaal controle doen. Nou, ik ga even kijken. Nee, die niet. Ja, hartstikke mooi. Nou, ik heb een paar. Uh, kijk, alles wat ik nou blauw heb, dat gaat erin. Nou, dan doe ik het dus op openen. Hij gaat het dus op. Hartstikke mooi. Nou, daar naartoe. Daar gaat het uh, oorspronkelijk om. Alleen, roe, 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 ja roe. roderik, die ziet er, ziet er moe uit. Ja, dat klopt. Dat weet ik ook. Uh, nou, die er weer bij. Hartstikke oh, mooi. Ja, dat is ons dagelijkse ding waar we tegenwoordig naartoe gaan. Dat is leuk. Zo. Hartstikke nou, mooi. En dan ga ik dus nu naar Background. Yes. Oké, eerst lekker die? Nee. 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 Nou, dan ga ik deze even uh, slepen daar naartoe. Vind ik leuk. Heb ik hier twee kleuren al opgeslagen die ik zelf mooi vind. Die kopiëren. En dan ga ik daar naartoe. Daar naartoe. En ik ga hem dus plakken. Ctrl V. Kijk. Dat is mooi. En dan pak ik deze. Oh, nee, niet nu. Ctrl-V. Ho, oh, halt. Nou, doe ik wat fout. Ctrl. Dus kopiëren. Nee. Nou, kom. Ctrl-V. En dan is dat dit dus een. Nou, dan doe ik het al type 6f695e. Zo, kijk. En dan doe ik naar tekst. Sample uh, met rood. Ja, natuurlijk kan ik nu type rode rik. Doe ik het goed trouwens? Geen idee of ik het goed doe. Oh, ik ga te snel. Roderick naar de Hornbach. Ja, joh, tuurlijk. Typen kan ik niet, jongens. Nee. Met Roderick naar de Hornbach. Kijk, nu kan ik wel in één keer typen. Hé, hey, holadie. Zo. Ja. En dan ga ik even kijken. Doe ik weer deze even lekker sluiten. Opslaan. En dan ga ik naar internet. Daar naartoe. Ga daar naartoe? En dan ga ik daar naartoe. YouTube Studio. Hey, hola die. Heen. En dan ga ik naar video's. En dan moet het dus 682 zijn. Dus dat is dan hashtag 682. Ja, gaat snel. Zo. En dan wil ik toch eigenlijk een heel ander achtergrondje hebben. Vind ik leuk. Waarom weet ik niet? Lekker fleurig eigenlijk, gewoon. Ja, dit is een mooi kleurtje. Joepie. Zo, kijk. En dan doe ik downloaden. Uh, en dan doe ik gewoon Hornbach. Hornbach. Ja, en dan doe ik download. Download voor free. En dan naar uh, bestand opslaan op OKé. Okay. Kruisje en dan ga ik weer daar naartoe, mapje openen, deze knippen naar bureaublad, naar vloggen, ruw materiaal, 31ste foto's en dan ga ik plakken. Dat is wat ik doe. Nou, dan ga ik weer deze sluiten. Deze ga ik sluiten en dan ga ik deze openen. En dan is deze dus 19 augustus die ik dus nu in ga plannen. Dat is dus 31 augustus voor 19 augustus. Ja, hoe krom wil je hem hebben? Dus die pakken, die pakken. En dan gelijk eerst naar zichtbaarheid plannen. En dan is dat dus 19 augustus om 2 uur. 2 uur, 2 uur. Die kant instellen als première details. Ga ik daar weer naartoe. Ga ik naar foto selecteren. Foto's, die wil ik hebben. Opslaan. En dan zit al in principe hartstikke een mooi hashtag. 682. Uh, die met hoofdletter. Hornbach. Zo. En dan doe ik nog een tekst. En dan uh, ben ik zo meteen klaar. Ja. Zo. Nou, ik heb eventjes een heel leuk uh, tekstje erbij gedaan. Hij moet nog 5 minuten, zegt hij ongeveer. Het is 41 uh, uh, procent. Geüpload, dus nu alweer 42 uh, en dus nu nog 4 minuten. Maar ik zeg dus alweer volgende. volgende. Dit doet het nu even nog lekker niet toe. Dan ga ik weer naar volgende. Dit heb ik net allemaal al lekker gedaan. En dan ga ik naar plannen toe. En dan ga ik naar sluiten. En dan komt hij daarin te staan. Dan kan ik dus nog niks gaan sluiten, want anders dan, uh, is hij ook geannuleerd. Dat is niet de bedoeling. Dus dit laat ik nu lekker zo. En dan vind ik het helemaal prima. Oh ja, mensen, wat ben ik blij. Ik heb het gewoon weer gedaan speciaal voor jullie. Deze hele mooie, geweldige, weet ik veel hoe ik het moet zelf vertellen. Maar deze leuke uitlegvideo aan jullie heb kunnen laten zien hoe ik aan het editen ga. Misschien hebben jullie er wat van geleerd. Misschien gebruiken jullie een hele andere versie. Maar uh, het maakt allemaal niet uit. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zo ja, ik zou zeggen: kom gezellig bij de familie Stalman van de Werf. Wat je daar moet voor doen, dat is dus abonneren. Belletje aan, want dan mis je niks wat er online komt. Doe dan gelijk het blauw duimpje omhoog, want dat helpt mij ook weer. En wat je dan ook nog kan doen, een leuke reactie achterlaten. Hey, dat is nou leuk. Want dan krijg je geheid een leuke reactie van mij terug. Dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken en tot de volgende, volgende uitlegvideo of wat dan ook. Doei!